Aan tafel zit misdaadjournalist Jan Meijers van NRC Handelsblad. Samen met collega Wouter Laumans pakte zij vandaag groot uit over de televisieambities van Tagi's moordmakelaar Delano R., die ook wel door het leven gaat onder de artiestennaam Kilo. In de jaren 90 maakte hij faam als leider van de Crips, geïnspireerd op het bendeleven in Los Angeles. En later wordt hij medeoprichter van de motorbende Calo Wago. En die motorbende wordt er nu van verdacht een reeks liquidaties te hebben uitgevoerd in opdracht van Ridouan Tagi. Ondertussen blijkt nu uit het onderzoek van NRC was Kilo bezig met de tv-opnames van een nieuw programma in opdracht van RTL. En het programma zou heten Nieuwe Penose. Bij liquidaties door Calo Wago was Ridouan Tagi vaak de opdrachtgever. Dat zei het Openbaar Ministerie vandaag bij de inleidende zitting van de rechtszaak rond de motoclub. Uit chatgesprekken blijkt volgens het OM dat de organisatie zeer professioneel te werk ging. Het gaat in ieder geval, zegt het OM, om versleutelde chatgesprekken waarin over de te plannen liquidaties wordt gesproken, over het spotten van locaties, over de wapens die zullen worden gebruikt en over het bedrag dat aan de dader wordt betaald als de liquidatie lukt. Die informatie lijkt bij elkaar te komen op één punt, namelijk Tagi. Hij deelt de lakens uit. Hij coördineert. Het chatgesprek zelf geeft daarmee een bijzondere inkijk in de manier waarop de zeer professionele wijze dood middels bestelling op afstand plaatsvindt. Het is een bizar verhaal in het NRC vanochtend. Het gaat om Delano R., die we ook wel kennen als voorman van de beruchte motorbende Calo Wago. Er is meer nieuws over deze motorclub, want een van de leden van de motorclub die vandaag terecht staat werkte aan een televisieprogramma voor RTL. Dat meldt NRC. Ja, Jan. Even toch duidelijk. Tagi hebben we het vaak over gehad hier aan tafel. Het Marengo-proces. Dit is een ander proces. Dit gaat over een motorbende. Maar er is blijkbaar een link tussen het ene proces en het andere. Die motorbende, een aantal leden daarvan worden nu verdacht om eigenlijk huurmoordenaars te zijn in dienst van Tagi. Eén naam die daarbij bovendrijft is die van Delano R. En dat is opmerkelijk, want die kennen we eigenlijk, althans de... Een aantal mensen die zich verdiepen in de criminaliteit in Nederland, die kennen we al wat langer dan vandaag. En dat is eigenlijk het grote nieuws. En daar komt dan nog een merkwaardig aspect bij. Hij is een beoogd presentator, of in ieder geval medewerker, voor een programma dat RTL heeft besteld bij een productiemaatschappij. Ja. Tot zover klopt het, hè? Tot zover klopt het. Ja, ja goed, het is ontzettend ingewikkeld. Maar eigenlijk moet je het bedenken, die zaken rond Ridouan Tagi, die is zo groot geworden dat dit stukje van de zaak eigenlijk is afgesplitst. Want je moet je voorstellen, het gaat inmiddels over 20 plus moorden of pogingen daartoe. Mm-hmm. En je hebt alles bij elkaar 30 plus verdachten. Het past nu al bijna niet meer in die rechtszalen. Dus dat wordt gewoon te groot. Dus eigenlijk hebben ze gezegd, het is ooit begonnen als een apart proces. Nu blijkt dat Tagi volgens de OM achter een deel van die opdrachten zit. Mm-hmm. We laten het apart. Dan blijft het een beetje behapbaar. Ja, primeur was voor jullie. Waar kwam jij, want je geeft je bronnen nooit prijs, waar kwam jij nu achter? Waarom was jij de eerste die dit kon melden? Nou, samen met Wouter Laumans, die hier vanavond niet is omdat hij ziek op de bank zit, helaas. Wij dachten, we gaan een profiel maken van die Delano. Waarom? Omdat we een interessante figuur vonden. Dat ga ik proberen uit te leggen. Ja. Wij gaan stukken proberen te krijgen, dingen lezen, met mensen praten. En op een gegeven moment blijkt dat hij verklaard heeft van, nou, ik ben een televisiemaker en ik werk voor allerlei organisaties. En waarom is dat nou van belang? Toen hij is aangehouden, is bij hem thuis op een aantal harde schijven van computers zijn allemaal filmpjes en foto's gevonden van die PGP-gesprekken waar het de hele tijd over gaat, waarin dus die contacten over liquidaties, voorbereidingen worden besproken. Mm-hmm. Dat heeft hij allemaal met een eigen telefoon gefilmd. En de vraag was, waarom ga je nou het bewijsmateriaal waar je zelf last mee gaat krijgen, krijgt hij enorm veel last mee, waarom ga je dat zelf filmen? Want het is juist bedoeld dat niemand dat kan zien. Mm-hmm. En waarom ga je dat bewaren? Nou, daarover wordt hij door de politie bevraagd en dan zegt hij, ik was bezig met een documentaire over liquidatie en dit was mijn research, om het maar even zo te zeggen. Nou, toen dacht iedereen, nou, dat geloven we niet. Nee. Dat is zo'n gek verhaal, dat is zo onwaarschijnlijk. Het is iemand die in de hoek zit en die verzint iets. Nou, vervolgens komen wij heel recent, is er een stuk toegevoegd aan het dossier. En daarin gaat het over dialogen die de politie toeschrijft aan Tagi en deze Delano. En daarin wordt gesproken over, hey, luister, ik ben gevraagd als host van een televisieprogramma. Heb je daar een probleem mee dat ik dat ga doen?
En nou, dat gaat een tijdje op en neer. Even kijken, die Murda, dat is Delano, hè? Dat is zijn alle schuilnamen. Ja. Ik ben benaderd door Amerika, ze willen mij als hoofd van een crimiserie. Mij willen ze als presentator, voor mij supergoed aan de kant. Want dat, dan ben ik wit. Wit betekent niet verdacht. Ja, in de bovenwereld, hè? Oké, okay, bovenwereld, zogenaamd uit de criminaliteit. En dan antwoordt Taggy, volgens mij. Die heet natuurlijk geen Taggy, die heet Last Man Standing. Ja. Hoe weet je dat dat Taggy is? Nou, de politie die zoekt dat dan uit. En zij, op basis van hoe er geschreven wordt en allerlei andere kenmerken, concluderen zij: wij denken dat dit Taggy is. Zijn advocaat zal dat ongetwijfeld gaan bestrijden. En de rechter mag uitmaken hoe het echt zit. Aha, sir, u weet, dat is heel fout als u echt door wil gaan in deze wereld. Niemand gaat u serieus nemen en iedereen gaat uw gezicht kennen. U weet, wij praten niet met kranten, tv, etc. Ja. En dat gaat nog, dat emmert zo'n tijdje door. Deze Delano stond nu, is nu gepakt, hè, in de kraag gevat. Ja. Nu komt dit naar buiten. Ja. Met het, als pikant detail natuurlijk die televisiecarrière die hij beoogde. Ja. Maar toch even terug naar die Delano R. Mm-hmm. Ik begin er ook over omdat hij bij ons aan tafel heeft gezeten in de tweede maand dat dit programma bestond. Dus dit is 15 jaar geleden. Ik herinner me hier werkelijk waar helemaal niets van, totdat ik het zag. Mm-hmm. Dus met andere woorden, de naam zat niet voor in mijn hoofd, want ik ben hem gewoon kwijtgeraakt. Maar ook Robbie Rox, een criminoloog aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft een proefschrift geschreven in 2016 met eigenlijk als hoofdpersoon Delano R. Hij is geïnterviewd door Twan Huis in Nova. Panorama heeft veel aandacht aan hem besteed. Sol van Stapelen van jullie eigen NRC heeft jarenlang met de Crips opgetrokken en eigenlijk een portret geschreven ook van deze Delano. Toch om hem even te zien, al moet het met een klein blurtje omdat hij verdacht is. Dit is ons eigen programma 15 jaar geleden. Hij zat bij ons aan tafel omdat er iemand was vermoord in L.A. van de Crips. Ja, precies. Dus dat was zijn voorbeeld, die bende daar. En ik bevroeg hem toen op het gewelddadige aspect van zijn bende hier. En nogmaals, dit was toen zijn antwoord. Toekie was een hoop voor een heleboel mensen die richting op zijn gegaan. En ze hebben de hoop nou weggenomen voor een heleboel jongens. Maar hij was tegen geweld. Hij zei, jongens, laten we Ik ben ook tegen geweld, zeker weten. Heeft hij dus ook dat, die boodschap is bij jullie aangekomen? Ja, de Crips bestaan nog wel? Van Nederland bedoel je? Ja, ja, dat gaat nooit meer weg. En nu helemaal niet. Maar geweld is uit het boek? Kilo, kijk maar aan. Geweld, ja, uit het boek. Kilo, zeg nou eens gewoon ja hier aan tafel. Ja, het gedrag van de wereld draait door. Geweld is uit het boek. De Crips in Nederland, no violence. Die doen niet geweld. En zeker niet zomaar. Shake hands, man. Staat op beeld, hè? Ja, waar dit nou precies op slaat, weet ik eigenlijk niet. Maar goed, dat was 15 jaar geleden, dacht hij er zo over. Mm-hmm. Ik kan natuurlijk niet bevoeden wat hij toen al op zijn kerfstok had. Hij heeft een keer in de gevangenis gezeten, dat is een ding wat zeker is. Hij zit nu in de problemen, hè, met het materiaal dat hij zelf heeft verzorgd. In zijn ijver of ijdelheid, hoe zullen we het noemen? Ik denk een beetje van allebei. Ja. Maar hij zit zwaar in de problemen. En eigenlijk hoe dat is gekomen... Kijk, die Crips, dat is wel goed om te zeggen. De Crips, dat is een afkorting, staat voor Community Revolution in Progress. En dat is eigenlijk, zeg maar, een beetje uit de zwarte burgerbeweging voortgekomen. Wij moeten onze eigen mensen beschermen. Wij moeten voor onze buurt er zijn. En zij hebben nooit afstand genomen van misdaad, maar wel onderling. Dus je moet de buurtsupermarkt niet beroven, maar als jij een concurrerende drugshandelaar zijn waren kan afpakken, oké, we zitten allemaal in de misdaad. Nou, wat is er gebeurd in Nederland? Dit is een straatbende geweest. Op een gegeven moment valt dat uit elkaar, ergens aan het begin van het vorige decennium, rond 2010, 2012. Dan komt hij in contact met een aantal wat prominentere figuren in de onderwereld en dan richt hij die motorclub op, Calawago. Dat is een soort van fusie van een aantal mensen uit die Crips-tijd en een woonwagen motorclub Trailer Trash. En dan kiezen zij voor het echte harde geweld. In die periode, dus ergens, zeg maar, in de tweede helft van 2016, begin 2017, gaat dat zo snel dat zij worden benaderd door Ridwan Taghi van: kun jij voor ons dingen doen? En het Openbaar Ministerie stelde vandaag, nou, zij moesten zich bewijzen door één iemand te vermoorden. Dat is gelukt. Daarna is er een hele serie doodsopdrachten uitgedeeld. Hoeveel doodsopdrachten zijn er uitgedeeld? Het gaat in totaal inmiddels om 9 opdrachten. Hoeveel zijn er inmiddels gedood, vermoord? 5 van geslaagd. 5 van geslaagd. Ja, hij kan de 9. Ja, dus en daar heeft die Delano zelf Die is daarbij betrokken geweest. Dus hij is eigenlijk nu even de vraag die dit nog merkwaardiger maakt. Of inderdaad. Is dat hij gevraagd wordt voor zowel door Netflix. Ja. Een serie die heet Dope. Dat is een serie over misdaad
anoniem, in de wereld. De criminaliteit, ja. De misdaad nu. En hij wordt benaderd door RTL. Ja. Of hij dat door RTL zelf heeft gedaan, dat zal allemaal niet, weet ik niet precies. Maar in ieder geval, hij is een beoogd presentator. Ja, hoe kan het dat men zo stekenblind is voor zijn verleden? Of voor zijn cv? Of voor zijn, strafblad? Nou, het gekke is, kijk, voor die serie Dope, dat is opgenomen in 2017. Daar heeft ook het Openbaar Ministerie en de politie in Rotterdam aan meegewerkt. Zij zeggen, ja, god, wij gingen over, dat ging over drugsmokkel in de haven. Dat hebben wij gezien, dat vonden wij goed. Nou, daar kun je je vragen bij stellen. Dat gaan, een Kamerlid gaat dat ook doen bij ons in de krant. Calo Wago was op dat moment al wel een bekende club. Nou, daarna gaat het verder met RTL. Dat speelt allemaal in 2018. Mm-hmm. En je moet dan bedenken dat RTL... John van Heuvel is een van de mensen die ook voor RTL werkt. Hij wordt gevraagd door RTL. En op het moment dat zij gaan beginnen met het maken van het programma... wordt Calo Wago, de club die Delano heeft opgericht... wordt in verband gebracht met de aanslag op de Telegraaf... en de aanslag op de Panorama. Dat is allemaal in 2018 gebeurd. En toen is er kennelijk bij niemand een kwartje gevallen van... hey, moeten wij dit eigenlijk wel doen? Is dit wel zo verstandig? Is deze... Maar er is aan John van de Heuvel dus niks gevraagd. Nee, want ik moest hem daar... Ik neem aan dat hij wel antwoord had geweten op die vraag. Ik moest gisteren hem daarmee confronteren. Hij wist van niets. En hij zei van, nou, als ze... Hij zei, ik val eigenlijk een beetje van mijn stoel hier. Hij zei ook, als ze mij in de tijd gevraagd hadden... moeten wij met deze mensen in zee gaan... dan had ik gezegd, moet je absoluut niet doen. Dit is een foute boel. Maar goed, dat hebben ze niet aan hem gevraagd. En ze zijn gaan draaien. En op het moment dat hij werd aangehouden... toen is dat project natuurlijk stilgelegd. En het is er nooit meer gekomen. Wat er met beeldmateriaal gebeurd is, weet ik niet. Maar goed, je ziet hier dus ook een beetje van... ja, hoe risicovol het is om zeg maar, met dit soort mensen... hele intensieve samenwerking aan te gaan. En dat geldt natuurlijk ook voor die documentaire op Netflix. Ja, toen ik dat allemaal las, in eerste instantie dacht ik... dit kan niet kloppen. Mm-hmm. Toen ik hem die dialogen met Tachi... toen dacht ik, van, ja, dit doe je niet als je dit niet echt serieus van plan bent. Dan ga je geen toestemming vragen. En toen we aan dat lijntje, Wouter en ik aan dat lijntje begonnen te trekken... bleek eigenlijk alles wat hij daarover verteld had gewoon waar te zijn. Ja, in alle eerlijkheid, ik kon het in eerste instantie niet geloven. Wouter kon het ook niet geloven. En nou, toen kregen we de harde bevestiging van Vice. Dat is de productiemaatschappij die dat ging maken voor RTL. Ja, dat klopt. Wij wilden met hem in zee. En dat wilden wij omdat hij ons... Het programma neemt er niet voor niks, nieuwe penose. Hij kon ons als een ervaren figuur uit die wereld laten zien... hoe jongeren heel snel en de zware misdaad in belanden, zeg maar. Dus ze hadden een soort van... Zij was een soort van iemand die zeg maar, hen door jongere kijkers door die wereld kon gidsen. Nou ja, dat is niet zo'n verstandige beslissing geweest. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel, Jan.